We zijn in Wassenaar, bij een van de oorlogsmonumenten die Wassenaar rijk is. Dit monument is genaamd voor hen die vielen. Vandaag spreken we met burgemeester Leendert de Lange over de corona en de gang van zaken. Maar ook over de vrijheid. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Burgemeester Wassenaar, Leendert de Lange, hoe gaat het met Wassenaar in deze tijden van corona? Nou, eigenlijk zie je wel, dat vind ik echt heel positief en een groot compliment aan alle Wassenaarders, maar ook zeker aan de jeugd van Wassenaar, dat iedereen zich eigenlijk best heel goed aan de regels houdt. En ja, die anderhalve meter afstand, die anderhalve meter samenleving waar we met elkaar naartoe moeten groeien, dat gaat steeds beter. Nou, de sport is ook net weer begonnen. De vereniging is ontzettend actief geweest in de afgelopen paar dagen om ook de jeugdsport weer goed te gaan inregelen. Dat is weer langzaam begonnen. Ja, en dat is positief. Aan de andere kant zijn er nog steeds mensen ziek en overlijden er helaas ook mensen. Dus de maatregelen zijn nog steeds heel hard nodig. Maar ik ben wel heel tevreden om te zien dat de mensen zich goed aan de regels houden. En dat is van belang, want we zullen met elkaar moeten volhouden om corona uiteindelijk te bestrijden. De basisscholen gaan weer open na deze vakantie. Ja, wat is je persoonlijke mening over? Nou, ik denk dat het heel mooi is dat mits verantwoord, en de scholen zijn er hard mee bezig om ook die anderhalve meter klas zo goed mogelijk in te regelen, dat het natuurlijk heel goed is dat kinderen weer naar school kunnen. Kijk, laten we eerlijk zijn, kinderen horen thuis op school. En natuurlijk, in de afgelopen weken is het thuisonderwijs doorgegaan met heel veel inzet vanuit leerkrachten. Maar aan de andere kant ook compliment aan alle ouders die voor een deel die rol ook over hebben genomen. Maar het is natuurlijk echt het meest mooie als kinderen gewoon weer naar school kunnen. En na de meivakantie, want kinderen hebben nu gewoon lekker vakantie, wordt het basisonderwijs Wassenaar ook weer langzaam opgestart. En de geluiden die ik daarover hoor, is dat al die schoolbesturen samen met die ouders heel hard in de weer zijn om dat op maandag 11 mei ook weer goed te laten verlopen. 4 en 5 mei zullen ook anders worden gevierd. Kun je ons daar iets over vertellen? Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk wel heel erg triest, want dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Dat gaan we ook herdenken. Dat doen we natuurlijk met Rijksdode herdenking 4 mei. Ja, er was heel veel voorbereid. Samen met de Oranjevereniging en tal van andere organisaties zouden we ook op 5 mei dat uitgebreid met elkaar gaan vieren. Dat kan natuurlijk allemaal niet doorgaan. Dus we doen het een stuk ingetogener, soberder en niet met elkaar, want we zullen afstand moeten houden. En dat is de reden, ik sta hier aan de Schouwweg bij het oorlogsmonument in Wassenaar, waar normaal om 8 uur 's avonds ik een krans mag leggen en dat er heel veel mensen zouden zijn. Doe ik dat nu op een ander moment op de dag namens het gemeentebestuur samen met mijn vrouw en dochter en leg ik namens de gemeente Wassenaar een krans. En hebben alle andere maatschappelijke organisaties in Wassenaar uitgenodigd om dat daarna gedurende de dag ook te doen. Want ik kan me toch voorstellen dat in dit bijzondere jaar, 75 jaar vrijheid, dat iedereen op 4 mei toch ook echt stil wil staan bij de slachtoffers die zijn gevallen. Ook een verbinding te maken misschien wel naar de rottigheid van deze tijd. Voelen wat vrijheid met je doet. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen echt wel behoefte hebben om deze 4 mei zelf ook invulling te geven. Dus het is gewoon mogelijk om naar de Schouwweg te komen. Maar hou daar ook weer de gepaste afstand waar je natuurlijk een bloemetje leggen kan. En dat zal ik ook namens het gemeentebestuur gaan doen, maar dat is anders. En verder op 5 mei gaan we in ieder geval wel samen met de Oranjevereniging het vreugdevuur ontsteken. Maar we doen het allemaal heel klein, niet met grote hoeveelheden mensen. Want ja, dat hebben we afgesproken dat we dat juist niet doen. En dan moet je als gemeente natuurlijk ook het goede voorbeeld daarin geven. Maar we gaan er gewoon wel bij stilstaan. Want ik denk dat het ontzettend van belang is dat wij stilstaan bij het bijzondere moment dat we al 75 jaar kunnen leven in vrijheid. En wat ik heel bijzonder vind, en dat mag ik maandag in ontvangst gaan nemen, een namenboek van Wassenaar. In Wassenaar zijn er 574 mensen omgekomen tijdens de oorlog, in ieder geval wat er tot nu toe achterhaald is door het comité wat daarmee bezig is geweest en ook de historische vereniging Wassenaar. En die namen die zijn nu terechtgekomen in een boek. En dat namenboek dat gaat aankomende maandag het levenslicht zien. En ja, dat is wel echt een heel mooi en bijzonder moment. En dat laten we ook gewoon doorgaan. Alleen dat zullen we opnemen, zodat uiteindelijk iedereen op beeld kan meekrijgen. Want ja, we hebben het wel allemaal in aangepaste vorm gedaan. Maar ik denk dat herdenken en daarna ook vieren dat ze die vrijheid hebben, dat belangrijker is dan ooit. En dat verhaal moeten we ook blijven vertellen.
Het lijkt erop dat de mensen die ziek worden in de ziekenhuisopnames en ook de dode aantallen dalen. Kunnen we al voorzichtig zeggen dat het einde van de corona in zicht is? Nou, dat vind ik toch altijd wel heel griezelig. Ik zie gelukkig dat het aantal opnames op de intensive care afneemt en ook een aantal mensen ook naar het ziekenhuis moet. Maar er zijn natuurlijk nog steeds mensen ziek. Er worden ook mensen in Wassenaar nog steeds positief getest. En we zijn natuurlijk meer aan het testen. Hè? De mensen in de zorg, ik ben er ook heel blij om dat die nu ook getest kunnen worden. Straks ook voor de mensen in het onderwijs. Ik hoorde zelfs dat sportbegeleiders nu straks getest kunnen worden. Dus je zult toch nog wel positieve gevallen blijven zien. Maar de trend, en dat is, hè, we willen met elkaar die curve naar beneden duwen. Dat lijkt in ieder geval dat dat lukt. Maar er is wel een voorwaarde bij. Daardoor ontstaat er ook weer wat meer vrijheid. Hè, bijvoorbeeld dat het onderwijs weer open kan. Maar ik spreek ook met horecaondernemers. En het water staat echt bij hun aan de lippen. Dat geldt ook voor winkeliers. Dus die beetje vrijheid wat we met elkaar hebben, moeten we wel heel slim en verantwoord doen. Dus ik heb echt wel verbaasd gaan kijken naar dat een IKEA weer open gaat en wat rijen mensen staan daar. Dan denk ik van, ja, wat ben je aan het doen? Laten we met elkaar wel het gezonde verstand gebruiken. En hoe meer we dat doen, hoe sneller ook weer de kappers straks en ook de cafés en de restaurants ook weer open kunnen. Dus het beweegt zich de goede kant op, maar we zullen gewoon nog steeds elkaar goed aan de regels moeten houden, die 1,5 meter in acht nemen. En daarnaast ook zoveel mogelijk, min mogelijk bewegen. En als we dat met elkaar goed blijven doen, ja, dan gaat het op een gegeven moment voor al die andere mensen ook weer makkelijker worden. En ik denk dat we dat echt met elkaar moeten vasthouden.